Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering op dit kanaal. Zoals jullie weten heb ik lang niet meer geüpload. Nou, dat ga ik wel doen. En dan ga ik dit op de PlayStation doen. Nou, zoals jullie al eerder hebben verteld. Knal ik tegen de muur aan. Heb ik Story Mode al uitgespeeld. Dat kun je zien hieraan. Oh, wacht. Ik heb Story Mode uitgespeeld. Ik heb Trevor vermoord. Helaas Trevor. Fuck you. Nou, grapje. Kijk, nu denken jullie van hier 60.000. Nou. En gelijk 21 miljoen. Hé, ja. Zo, ik heb winst opgedraaid. Voor het eerst. Want ik had eerst 10 miljoen. Want ik had het uitgegeven aan auto's en wapens. En drugs en drank. En hoeren. Wel grapje. Maar wat ik dus nu ga doen, we gaan zo meteen kloten. Maar nu ga ik mijn motor upgraden. En dan ga ik jullie waarschijnlijk nog een trucje laten zien hoe je een politieauto... Dus in je garage kan... Ja, een gecustomized politieauto in je garage kan zetten. Dat is mij één keertje gelukt. En als jullie willen dat ik een missie opnieuw ga spelen voor jullie, kan dat ook. Want... ik heb toch alles uitgespeeld. Dan kan je zien hoe ik het heb gespeeld. Hey, Bob. Ik heb gelijk opgehangen. Geen zin om missies te... Ja, dat... Ja. Dan ga ik dit upgraden. Als er nog wat te upgraden valt. En mijn neefje zit naast me. Zeg hallo. Hallo. Hij gaat volgende week... Deze woensdag, volgende toch? Gaat hij op kamp. En hij heeft heel veel snoep meegenomen. De kinderen die bij hem op school zitten, die weten dat waarschijnlijk al. Denk ik, toch? Ja. Ja, hij heeft heel veel snoep. Oké, lights. Headlights. Oké, dat is goed. Respray. Ik ga hem zwart maken. En dan... Black. Ja, omdat hij zo lelijk is. En hij is altijd lelijk geweest. Dit is lelijk. Nee, dit is beter. Transmission is al gedaan. Turbo. Wheels, wheel. Nee, dit is mooi. Moet alleen tire zijn. Kan niet. Kijk, bulletproof tire. En bloedtire is ook. Nou, nu heb ik hem geüpgraded zoals jullie zien. Ja. Dit is mijn motor geworden, waarschijnlijk is hij wat sneller. Ik ga nu een paar kleren voor hem kopen. Een beetje netjes, je weet toch. Hij is een nette boy. Ja, fuck jou. Oei. Ik ga een beetje netjes kleren kopen. Het enige irritante aan deze motor is dat hij niet heel snel stuurt. Zoals je ziet. Ah, some don't feel too good. Ja. Ja, weet ik. Mijn neef die laat me een cheat zien. Maar dat heb ik gewoon rustig op mijn telefoon staan. Dus. Maar die ga ik misschien later gebruiken ofzo. Maar niet meer. Ooit zal ik wel laten zien wat de cheats zijn. Maar. Nu nog niet. Oké, laat me netjes parkeren. Netjes parkeren. Zo, ik heb netjes geparkeerd. En ik heb mijn jump skills. I'm here if you need me. Hoi mevrouw. Een beetje nette rijke man. Zo moet hij eruit zien. Nee, oorbellen zijn lelijk. Vind ik dan, hè. Dit lijkt echt alsof hij gaat golfen of zo. Nee. Niet kijk jij voor ik je naar de tering ga slaan. Tringelingeling. Ik heb een hekel aan mensen die met hun telefoon hun beeldscherm gaan opnemen. Ik heb daar zo een hekel aan. Ben je net iets aan het kijken, bijvoorbeeld een trick of zo,
voor iets. En dan zie je opeens gewoon dat mensen met hun telefoon schermen. Filmen. Daar heb ik zo'n hekel aan. Of niet? Ik in ieder geval wel. Ah. Sweet. Ai, sterk. Laat me nog verder kijken. Wacht. Kijk, als je deze nou zwart was. Dit lijkt alsof hij naar een begrafenis gaat. Nee, eentje moet echt witte broek, zwarte jack of zo. Of andersom. Dus. Dit is op zich wel mooi. Dit of dit. Welke? Die witte of die blauwe? That material is imported. Blauw? Blauw of wit? Blauw. Blauw? Ja, dat is hier minder bloed. Is goed. Kijk, ik heb blauw. Nu gaan we even iets aan zijn kapsel doen. Of een masker nemen. Ja. Maskertje. Nee, maar dat past niet bij deze outfit. Een masker. Oké, laat me de kapsalon hier gaan. Ik zei toch, ik ga heel netjes rijden. Door het verkeer heen. Doe toch netjes rijden in die fucking verkeer. Stap af. Goed zo. Oh, wacht. Daar is de kapper. Hi there, Mr. Richards. Hello. Jouw moeder. Was het niet eerst een man? Een vrouw? Nee, dat was bij de andere barbershop. Herstel. What the hell? Hij heeft niet echt iets leuks voor hem. Als hij naar beurt toe. Looking good. I love making people totes. Oké, okay, wilt u hem nou gaan neuken of zo? What the fuck? Ja, wat is seks met de schaar. Oké, herstel. En dan deze. Kijk, dit is wel wat beter. Neuken. Oh. Nee, grapje. Oké, kijk, dit is veel beter. Ja, dat is goed. That was fun. See you around. Maar waarom betaal je 300 euro voor alleen dit? Als je normaal gewoon naar de kap gaat, betaal je 30 of zo. Hier is je 3. Maar hij zit dat leuk was. Oké. Oké, waar gaan we nu heen? Naar een maskerzaal. Ik ga nu een heli kopen. Heli of een vliegtuig? Kan ook, ja. Ik heb al een cargo bob. Ik ben gewoon rijk. Je weet. Oké, ik ga hier naartoe. Ga ik mijn nieuwe heli ophalen. Oké. Oei. Oké. Mensen, ik ga eerst van What the fuck? Zit iemand erin? Wel in de twee. Fijne dood. Citizens report. Nou,
Hallo, het is een sticky bom. Oké, mensen, ik zie jullie bij mijn huis, want ik ga van auto overstappen. Tot zo. Ja, ik heb mensen, ik heb een andere auto gepakt. Hij rijdt veel beter. Zoals jullie kunnen zien, de Porsche in de GTA te komen met. Maar het echt is de Porsche. En ik heb, en dit is een van mijn auto's. Ik heb hem geüpgraded, max out. Letterlijk max. Ik heb de game toch al uitgespeeld. Oh, jee. Ik heb lang geen snelle auto's meer gereden, want ik speel alleen maar GTA Online. En daar ben ik ook niet zo'n pro. Dus, ja. Het enige probleem is, ik heb deze auto wel getuned. Maar als ik hem bij een helipad ga neerzetten, dan is die auto weg. Dus het nadeel is, ik ben de auto kwijt. Maar dat boeit me niet. Ik heb toch 16 miljoen. Dus wat boeit het? Nee, dit is mijn andere. Ik heb 3 helikopters waarschijnlijk. Wat is dit? En dit is mijn luxe Swift. Ik heb ook nog een... Ik ga nu naar het vliegveld, want ik heb een vliegveld gekocht. Ik weet niet of jullie dat weten, maar ik heb het vliegveld heb ik gekocht. Dus nu kan ik zonder politie het vliegveld op, dacht ik. En dan heb ik daar ook een vliegtuig staan. Nee, dat is niet mijn vliegtuig. Dit is mijn jet. Mijn neefje vraagt, kan je geen jet kopen? Dit is mijn eigen jet. Ik heb zaken gehad. Wat is de luxe? Oh ja, dat is deze vliegtuig. Die luxe heb ik ook gekocht. Dit is mijn best friend. Kijk, die best waar, die kostte maar gewoon 7, 6,5 ton. Dus zo duur was die op zich ook weer niet. Maar ja. Dok. Van D en C. Ik heb deze boot voor 1 miljoen ook. Oh mijn god, ik ga geen tank kopen. Ja, misschien. Verschrikkelijk. Ik heb goede vliegskills. Ik heb goede vliegskills.
Luister, ga ik niet zoeken? Nee, natuurlijk ga ik niet zoeken. Uh-oh. Ergens moet ik landen. Ergens moet ik landen. Of ik ben eruit. Is ook een optie. Tuurlijk. Oké. Okay. Daar, als je onder kijkt. Als je onder me kijkt, dan zie je weer mijn. Mijn helikopter. Klant lekker op het dak. Waar is mijn boot? Wat is deze? Kijk, dit is die boot van 1 miljoen. En nog wat. Kijk maar. Laat maar een beetje een stukje wegvaren. Oké, kijk. Hier. Lampen dat die toren van 1,75 miljoen. Nou, die heb ik dus ook. Zoals jullie zien, ik heb de hele game al uitgespeeld. Ik heb bijna de duurste auto's, de duurste boot en de duurste vliegtuigen. De duurste helikopters. Oké, maar zoals jullie zien, ik heb GTA uitgespeeld. Als jullie weten hoe ik het heb uitgespeeld, of als ik missies moet doen, dan kan je dat heus wel in de comments achterlaten. Of je kan het persoonlijk tegen mij zeggen, waardoor ik een video ook over kan maken. Ja, dan kan ik een video over maken. Als jullie tips en tricks willen weten waar rare cars liggen. En want ik heb de Centorno, de Bugatti, die ga ik ook zo meteen laten zien. Die heb ik niet allemaal gekocht, want dan ben je lauw in je hoofd als je dat allemaal gaat kopen. Dat heb ik op een paar verschillende plekken gedaan. Ik heb ook gezien dat je de T20, die kan je ook vinden in de map. Maar als je die vindt, dan heb je heel erg veel geluk. Dat zijn op 3 verschillende plekken in de rijke buurt waar Franklin en Michael tussen wonen. Daar zou je de Pro-Gun T20 kunnen vinden. Ja, daar zou je ze kunnen vinden. Maar, en als je hem vindt, dan heb je wel heel veel lucky. Ik heb er ooit eentje gevonden. Maar maar sowieso krijg je politie. Maar als je dan heel even niet oplet, crash je ergens en dan ben je dood. Maar gelukkig heb ik gewoon een Pro-Gun T20 staan in mijn garage. Dus daar hoef ik me nu niet meer druk over te maken. Dan zie ik jullie bij mijn garage. Dus tot zo. Yo mensen, we zijn weer terug. Zoals jullie zien, ik zit in een buzzard. Ik heb die gecheat. Hier is mijn garage. Als jullie het kunnen zien, ik heb wel politie achter me aan omdat ik mensen heb neergeknald. Maar waarschijnlijk vindt de politie dat niet erg. Hoop ik. Dus laat me gewoon lekker landen. Zonder problemen. Zo. Oké, ik zit. Ik ga nu mijn garage in. Ik heb nog steeds politie achter me aan zitten zien. Oké, groen lampje. Oké. De Turismo R, de Fasa, de Kunisek, de ook wel en de Titi en de Pro-Gun T20. De Pro-Gun T20 is een McLaren P1. Dit is een Kunisek. Dit is een dit is de Fasa, dit is een Lamborghini. En dit is waarschijnlijk, dit is een, weet ik veel.
Volgens mij ook een McLaren. Maar veel mensen houden van de T20, want dat is ook de snelste auto. Dus daarom ga ik nu met jullie de T20 rijden. Zoals jullie zien, zodra die gaat rijden, gaat de spoiler omhoog. En hij is snel, die wil ik niet weten. Ja, eigenlijk waarschijnlijk wel. Zo. Soms moet je echt in slow motion, want anders crash je naar de tering. Oei, kijk, zie je, dat bedoel ik. Deze guy heeft geen gordel aan. Ook goed. Kijk, dit bedoel ik nou. Als je 20 weg is. Boeit me niet, ik heb toch zoveel geld. Laat me dit weer even op mijn bankrekening zetten. Nou, niet echt bankrekening. Market. Deze doet het heel goed, dus ik zou aanraden om deze te doen. Vele mensen denken omdat hij laag begint en hoog. Omdat hij laag begint, denken ze dat je ook laag eindigt. Maar dat is niet zo, want dat is je bedrag. En hoe hoger, dus hoe meer geld. Okay. Vele mensen denken van, oh shit, ik ben die 16 miljoen kwijt. Nee, dat is niet zo. En vele mensen die zoeken naar de Easter Egg, de UFO, de jetpack en wat was die andere? Nee, je had een jetpack, een UFO en nog eentje. Dat is op de Mount, die grote berg. De UFO, de jetpack en nog eentje. Maar daar draait het nu niet om. Maar de meeste mensen willen de Easter Egg willen ze ontrazelen. Ja, ontrazelen. Ze willen erachter komen hoe de Easter Egg in het werk gaat. Maar ik heb de UFO heb ik al gezien. De jetpack, daar moet je een paar dingen voor doen. En dan kan je die kopen. Ja, kopen. Maar je moet wel de game 100% uit hebben gespeeld. Ja, om alle Easter Eggs in de game moet te ontgrendelen, toegang te krijgen, moet je de game 100% hebben uitgespeeld. Oké. Nou, er staat nu not a new cash. Dat komt omdat ik alles op die aandelen heb gedaan. Waardoor ik nu niet genoeg geld heb. Want ik heb het uitgegeven aan die aandelen. Maar dat wordt sowieso, als ik het laat, wordt het sowieso boven de 18 miljoen. Citizens report. A pedestrian struck by a vehicle on Center Street. Oké. En een cheat, zodat ik de politie kwijt ben. Zo, ik ben de cheat kwijt. De politie kwijt, maar de cheat kwijt. Dat zou ik niet willen. Mensen, je moet niet te vaak cheaten. Want anders gaat je game crashen. Maar ik moet hierbij de video afsluiten, want anders wordt het te lang. Ja, het wordt veel te lang. Dus ik ga hierbij de video afsluiten. Ja. Er komt een video aan voor online. Sowieso. Maar ik ga nu de video hier afsluiten. Dus wie is oud als deze?